Vraag 3. Liever de leugen. Toen waren we nog met z'n tweeën. Zij, een schoonheid met lange blonde haren en een ranke taille, haar polsen en haar enkels met dikke kleefband vastgemaakt aan de houten stoel, en ik, met de loop van mijn pistool op haar hoofd gericht. Haar schoonheid was intact gebleven. Ondanks de schaafwonden op haar wangen en haar linkeroog dat steeds meer op haar ook al gezwollen, blauwe lippen begon te lijken, bleef ze met haar glimlach de kamer verlichten. Ik haatte haar erom. Het voelde aan als een nederlaag. Ik trok de gordijnen dicht om haar triomfantelijke lach niet te hoeven zien. Er kwamen reutelende geluiden uit haar mond, waar ik niets uit kon opmaken. Het interesseerde me ook niet. Alles wat er nu gebeurde zou door mij worden bepaald. Zij moest alleen maar volgen, voor haar eigen bestwil. De spiegel in de hoek staarde me aan. Ik haatte dat ding. Het herinnerde me aan wie ik was, wie ik moest zijn. Ik stapte erop af, omklemde de loop van mijn pistool en verbrijzelde de spiegel met een forse zwaai. Terwijl de scherven op de grond vielen, klapte de staander toe. Waardoor het stuk antiek op de grond viel, net naast haar voegen. Een angstige gil was het gevolg. Zwijgen! Ik liet mijn vlakke hand op haar achterhoofd neerkomen. Stilte. Ik had stilte nodig. Moest kunnen nadenken. Mijn pistool bengelde onachtzaam naast mijn lichaam toen ik naast haar op de grond ging zitten. Slechts een vinger hield het wapen in mijn bezit. Ik voelde hoe ze er begeerig naar keek, hongerig naar wraak. Wraak waar ze geen recht op had. Ik hield van haar, had altijd van haar gehouden. Ze had geen reden om zich te wreken, tenzij nu. Ik speelde dreiterend met het pistool, liet het even naast me liggen, stond op en ging weer zitten. Ze rukte aan haar boeien, maar kreeg er geen bewegingen in. Het gevoel van macht maakte me ziek. Het had nooit zo ver mogen komen. Maar het had wel gemoeten. Een loeiende sirene verstoorde de stilte. Ik sprong op en liep naar het raam. Voorzichtig tilde ik een gordijn op en gluurde naar buiten. Politie, verdomme! Dan had toch iemand ons zien binnengaan. Ik kon me wel voor het hoofd slaan. Wat zouden ze denken daarbuiten? Dat ik haar had ontvoerd. Misschien nog niet zo slecht. Dan durfde ze niet meteen binnen te vallen. Hoopte ik toch. Twee politiewagens waren voor het gebouw gestopt. De agenten stapten uit. Op een gemak. Vreemd. Misschien kwamen ze voor iets anders. Het meisje gilde. Ze wist dat er iemand in de buurt was. Zwijgen! Het hielp niet. Ze gilde opnieuw. Ik zag een van de agenten geschrokken opkijken. Onmiddellijk liet ik het gordijn los en verborg me erachter. Stom! Dat zouden ze zeker verdacht vinden. Ik rende naar haar toe en hief mijn hand op. Ik wilde haar niet slaan, maar ik moest. Ze kneep haar ogen dicht en trok haar hoofd in. Net een klein, bang meisje dat ondanks alle waarschuwingen al van moeder staart had geproefd en daarna vreesde voor de gebruikelijke represailles. Ik bleef slaan zolang het nodig was, in haar buik. Haar vervroekte buik, tot ze haar mond hield. Haar hoofd boog voorover en bengelde slap aan haar nek. Ik deelde het op. Ze mocht niet buiten kennis raken, niet nu. Ze moest getuige zijn van wat er zou gebeuren. Ik had haar nodig, meer dan ooit. Ze was nog bij bewustzijn. Haar ogen knipperden toen ze me probeerde aan te kijken. Ze bliksemde haat naar me toe. Of liefde. De grens tussen beiden was flinterdun. Ik stapte weer naar het raam en spiedde door een kleine opening tussen het kozijn en het gordijn. De politiemannen waren nu druk in de weer. Er stond een vrouw bij hen. Ik kende haar, maar wist niet waarvan. Ze had lang grijs haar, een beetje heksachtig, en ze gebaarde naar boven, naar het huis, naar het raam, naar mij. Ik trok mijn hoofd in en leunde met mijn rug tegen de muur. Misschien was het goed dat de politie hier was. Misschien boden zij me de uitweg die ik nodig had.